Over wat precies de identiteit van Nederland is, hebben we allemaal ons eigen idee. Iedereen vindt van dit is de identiteit van Nederland of dit is de identiteit van Nederland. Volgens Maxima was het ineens een echte identiteit van Nederland. Maar we hebben dit seizoen een paar mensen gevraagd om hun blik daarop te geven. En we beginnen vandaag met de man die op dit moment toert door het hele land met zijn programma Pil. Naast zijn gelijknamige boek. En ik ben zo trots dat hij hier is vandaag om voor ons het spits af te bijten. Geef hem een heel warm applaus, Mike Baudet! Identiteit in Nederland is aan het veranderen. Geert Wilders zegt 6% van de Nederlandse bevolking is moslim. En het is besmettelijk, hè? Ja, het is hartstikke besmettelijk. Straks is hier de meerderheid moslim. Islamisering, dames en heren. Islamisering. En dat is niet het enige, want zo'n 12% van de Nederlanders werkt in de ICT-sector, hè? Ook besmettelijk. Straks werkt iedereen hier in de ICT-sector. 15% van de Nederlanders heeft wel eens last van zonneallergie. Ook besmettelijk. Straks heeft iedereen hier zonneallergie, zonneallergisatie. Iedereen rode vlekken. 25% van de mensen gaat vreemd. Nou, wend er maar aan, straks iedereen. Ene grote berg vrijende lijven met een muis in hun hand en rode vlekken en een boerka aan. Zo. 30% willen junkfood niet opgeven. 40% bloost vaker dan ze lief is. 50% verwacht een hoog rendement van zijn aandelen. Ja, straks dan ligt iedereen met 20 frikandellen in zijn mond bovenop de buurvrouw. Een beetje te bidden naar Mekka en maar rode vlekken hebben en hoog rendement verwachten van je aandelen. Zo, dan ga je lekker. Man, man, man. 75% wil het Koningshuis afschaffen. 90% stuurt kerstkaarten. Zo. Echt wel, snackivide beatrixificatie. Ja, 95% gaat elk jaar minstens één keer naar de huisarts. En maar seksen met die hamburgers. En blozend weg met de koningin schreeuwen. Terwijl je hoog rendement verwacht van je rode vlekken. Ja, de Tilburgse kermis trekt jaarlijks 100.000 homoseksuelen. 52% van de Nederlanders is vrouw. Straks is iedereen vrouw en homoseksueel. Ja, één grote berg vreemdgaande Mohammedaanse lesbische huisartsen met rode vlekken. Ja. Nou, Merry Christmas, Beatrix, met je PC. Zo, homo-Hammedani Beatrixie frikandellisatie. Als ik even mag. Weet je wat het met Wilders is? Die man lult gewoon uit zijn nek. Dankjewel.